Wethouder Sigge van der Veek van de gemeente Schagen heeft woensdagmorgen bij het Regiuscollege in Schagen het startsein gegeven voor de actie Nederland Schoon. Wat ontzettend goed dat jullie met zoveel meer zijn dan vorig jaar. Toen was de groep aanzienlijk kleiner. Eerlijk is eerlijk, ik moet zeggen, er lijkt hier en daar ook wel wat meer rommel te liggen in Schagen. Dus wat dat gaat, kunnen we jullie man- en vrouwkracht zeer goed gebruiken. Dat is alleen maar goed. Ik vind het hartstikke goed dat jullie met z'n allen tijd vrijmaken om eens even flink aan de slag te gaan in Schagen. Dus daarvoor wil ik jullie namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hartstikke bedanken. En nou, ik zou zeggen, snel aan de slag. Ik was wat laat en veel plezier met het opruimen. Hartstikke goed. Wethouder Sigge van der Veek, vandaag de landelijke opschoondag. U heeft de dag net geopend hier op het Regiuscollege. Ja, dat klopt. Nou, het is goed om te noemen dat er hartstikke veel enthousiaste leerlingen aanwezig waren. En die gingen enthousiast, of zijn inmiddels enthousiast aan de slag. Dus dat is goed om te doen. Het is wel een troep in Schagen. Het is ook wel nodig zo'n dag. Nou, dat klopt. We zien toch dat er veel meer rommel op straat komt te liggen. Ik vind het ook zorgelijk. Dus wat dat gaat, is dit een hartstikke goed initiatief. Het is niet alleen in Schagen. Ook als ik hier bijvoorbeeld gewoon op een doordeweekse dag over de West-Friese dijk rijd. Dan kom je toch ook zakjes tegen. Mensen die dat kennelijk gewoon uit het raam van hun auto gooien. Of van de fiets af laten vallen. Ja, kennelijk wordt het een beetje. Ik noem dat Siciliaans. Ik ben er eerder wel eens geweest. Daar zag je heel veel troep op straat. Het wordt erger. En ik ben daar ook mee bezig. Om daar toch in samenwerking met onze inwoners toch een manier te vinden om dat wat schoner te houden. Want is het een mentaliteitskwestie? Nou ja, of het een mentaliteitskwestie is, ja, daar lijkt het wel een beetje op. We gooien kennelijk gemakkelijker dingen op straat. Maar we rapen ook zo 1, 2, 3 niet meer iets op als we iets zien liggen. En ook nog een vuilnisemmer een paar meter voor ons in zicht hebben. Het is uiteindelijk een kleine moeite om dat er dan maar even in te doen. Om het een beetje knap te houden. Ja, het is toch een mentaliteitskwestie. Ja. Besteedt de gemeente zelf nog veel aandacht aan het schoonhouden van de gemeente, aan de openbare ruimte? Ja, natuurlijk. Er gaan heel wat manuren in zitten om gewoon de rommel op te ruimen. Dus dat doen we. Waar ik eigenlijk naartoe wil, of op dit moment over in gesprek ben met onze organisatie, is er zijn wat potjes. Niet zozeer altijd gemeentebudgetten, maar je kunt voor het schoonhouden kan je gewoon wel geld losweken, her en der. En nou, zoals we weten staan alle dorpsraden onder druk en willen we eigenlijk de subsidiestromen naar hun toe stopzetten. Ik ben nu hard op aan het nadenken met de collega's van de organisatie om te kijken of wij die potjes niet zodanig aan kunnen wenden dat we gezamenlijk met dorpsraden in gesprek gaan. Dat zij eigenlijk met hun inwoners, de inwoners zijn niet alleen van de gemeente, maar ook van de dorpsraden, eigenlijk in gesprek gaan om het schoon te houden, zodat wij daar die potjes voor proberen te reserveren. Op die manier hoop ik in het eerste kwartaal van 2015 naar de gemeenteraad te komen met een voorstel of met het idee om dat zo aan te pakken. En daar ook commitment over te krijgen met de dorpsraden. Want het schoonhouden begint bij je eigen woonomgeving en dan past dat prima in die hoek van de dorpsraden. Ja, dat klopt. Het is wat voor de dorpsraad geldt, geldt net zoals dat het voor een individu geldt. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat klopt. Als je dat toch met elkaar uitprobeert te stralen, dat je het belangrijk vindt dat de zaak er netjes bij ligt, dan heeft iedereen daar zijn voordeel van. Vandaag begonnen op het Regiuscollege, want het besef begint bij de jeugd, hè? Nou, dat is hartstikke waar. Het begint bij de jeugd. En dit zijn toch jeugd. Dit is jeugd die een voorbeeldfunctie uitoefent voor de nog kleinere jeugd. Ik heb een tuintje thuis. Nou, als ik naar mezelf kijk, naar een verjaardagfeestje, wat een bende er is als het op een dag toevallig mooi weer geweest is, dat er een verjaardagspartijtje gegeven is. We gooien van alles en nog wat op straat. Dan moeten we eigenlijk gewoon, dat moeten we zien te keren. Ja. Dank u wel. Graag gedaan.